In deze les gaan we decimale getallen omschrijven naar binair en omgekeerd. Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen de twee systemen. Nou, laten we het misschien eerst over de overeenkomst hebben. Het zijn beide positiestelsels. Dus waar we het al eerder over hebben gehad. De plek van het cijfer in het getal bepaalt de waarde van dat cijfer. Hoe verder naar links, hoe groter de waarde. En in het geval van het tientallig stelsel. Konden we het als volgt onderverdelen. We hadden namelijk eenheden, tientallen, honderdtallen, duizendtallen. En je kan dat lijstje verder naar links uitbreiden. Dus bij een eental moet je het cijfer vermenigvuldigen met de waarde 1. Daarmee is het ook een eental. Bij een tiental pak je dat cijfer en vermenigvuldig je het met 10. Bij een honderdtal vermenigvuldig je het met 100 en duizendtal met duizend, et cetera. Nou, we kunnen dit ook als macht opschrijven. Namelijk, het decimale stelsel heeft als grondtal 10, omdat het het tientallig stelsel is met de cijfers 0 tot en met 9. Alle posities hebben grondtal 10 in het decimale stelsel. En de eerste heeft exponent 0. De tweede exponent 1. 2. 3. Namelijk duizendtal is dus 10 tot de derde is 1000. Een honderdtal is 10 tot de tweede is dus 100. Een tiental is 10 tien tot de eerste is 10. En 10 tot de macht 0, iets tot de macht 0 is altijd 1. Stel we hebben het decimale getal 5426. Dan wat daar dus eigenlijk staat is dus dat we 5 keer 1000 hebben. 4 keer 100. 2 keer 10. En 6 keer 1. En als je die dus allemaal optelt, krijg je dat getal. En het is misschien heel raar om er op deze manier over na te denken. Omdat we zo gewend zijn aan het, om het decimale stelsel te gebruiken. Denken we eigenlijk niet meer na dat dit aan de hand is. Maar het is wel fijn om er op die manier over na te denken. Omdat voor al die andere positiestelsels het eigenlijk op exact dezelfde manier werkt. Echter, het aantal cijfers is anders. En uh, waar dit grond al 10 is bij decimaal, is het bij. Binair en 2. Dus laten we nu naar binair kijken. Dus dc betekende 10, b betekent 2, oftewel tweetallig stelsel. En daarin hebben we alleen de cijfers 0 en 1. En wat zei ik? Alleen het grondtal is anders. Dus alle posities hebben grondtal 2. En het enige wat wisselt is de exponent. Dus we beginnen weer bij 0. Wederom, omdat we vrijwel altijd decimaal rekenen, weten we de waarde van die posities, namelijk 1, 10, 100, 1000. Echter, omdat we decimaal denken, moeten we eerst dit omzetten naar de waarde van die plekken. Dus iets tot de macht 0 heeft dus een waarde van 1. 2 tot de macht 1 is 2. 2 tot de macht 2 is 4. 2 tot de macht 3 is 8. En 2 tot de macht 4, is dus het dubbele van die, is 16. En je kan zo het lijstje verder afmaken. Dus de volgende zou 2 tot en met 5, 32 zijn. Stel, we hebben een binair getal. Dus ik schrijf gewoon random wat 1 en 0 op. Want dat zijn de enige cijfers die we kunnen gebruiken. Dus hoe deden we dat in het decimale stelsel? Het was het cijfer maal de waarde van de positie. Dus laten we dat hier ook doen. Dus we hebben dus 1 maal de waarde van, de, van die positie. Dus het is dus 1 keer 16. 1 keer de waarde van die plek. 8 0 keer 4, dat is gewoon 0. 1 keer 2 is 2. En 0 keer 1 is 0. En wat deden we hier om de waarde van dat getal te krijgen? Nou, je telt alles op. Dat doen we hier ook. Dus het zijn al die getallen bij elkaar opgeteld. Dus 8 en 2 is 10. En 10 en 16 is. 10. En zo schrijf je de dus som van binair naar decimaal. Waar je altijd dus mee moet starten is om even dit uit te schrijven voor jezelf en dan kan je daarna heel makkelijk je getallen omzetten. Of dat nou van decimaal naar binair is of omgekeerd. En laten we nu kijken hoe we van decimaal naar binair gaan. Dus stel we hebben het decimale getal 12 en ik zet er even 10 onder om duidelijk te maken dat het decimale stelsel is. Als we dit naar binair schrijven, gaan we kijken of deze bouwsteentjes daarin passen. En we hoeven we bij bij binair alleen maar te checken of het erin past of niet. Want we hebben namelijk alleen maar de keuze uit 0. Dat betekent dat hij er niet in zit. Of 1 dat hij er wel in zit. Dus past 16 in 12? Nee. Dus we krijgen op die plek, krijgen we 0. Dan 8. Past 8 in 12? Ja, 8 past. Dus we hebben 1 keer 8 zit in 12. En ik ga die er even afhalen. Want dan weten we nog hoeveel we over hebben. We hebben namelijk nog maar 4 over. Dus het volgende bouwsteentje past er ook nog in. Dus dat we hebben ook 1 keer 4 hebben. Nou, en als ik hier 4 afhaal, dan hebben we niks meer over. Dat betekent dat die andere blokjes niet meer kunnen. Immers, ik heb al een 1 keer 4 en een 1 keer 8. En dat is al samen mijn 12 decimaal. En dit is dus het binaire getal, wat dus bij 12 decimaal hoort. Ik laat het staan. En dit kunnen we gaan gebruiken voor de opgave. Oké, okay, dus we hebben 5 decimaal. 16 past niet. 8 past ook niet in 5. 4 past één keer. Dan houden we nog maar 1 over. Dat betekent dat 2 dus niet meer past. En dat die 1. Want we hebben nog 1 over, nog wel past. En als ik die eraf haal, dan zie je dat we klaar zijn. We zijn bij 0. Nou, en hetzelfde als bij het decimale stelsel. Je schrijft niet. Als je 5 opschrijft, schrijf je niet op 0,5. Dus ook bij binair zeg je ook niet van dat is 00101. Dat is gewoon 101. Oké, okay. van binair naar decimaal. Dus we hebben 1 keer 16. We hebben 0 keer 8. We hebben 1 keer 4. En dat was het. De rest is allemaal 0. Dus die 2 bij elkaar opgeteld is 20. Dus dit is 20 decimaal. Dus we hebben 1 keer 16. We hebben 1 keer 8. We hebben 1 keer 4. We hebben 0 keer 2, dus die schrijf ik niet op en we hebben 1 keer 1. 16 plus 4 is 20, plus 8, 28, plus 1, 29. 40 decimaal. Nou, en ik kan hier nou 16 af gaan halen. Laat ik dat even doen. Dan hou ik 24 over. Dat zou betekenen dat 16 hier nog één keer in kan passen. Dus dat zou eigenlijk betekenen dat ik hier een 2 in zou willen vullen, want 16 paste 2 keer. Maar 2 bestaat niet in het binaire stelsel. Dus in feite betekent dat dat ik hier een plek extra eigenlijk had moeten toevoegen. Want 32 past er namelijk in 40. Dus laat ik het systeem even uitbreiden. Dus 128 past niet, 64 past niet, 32 is de eerste die past. Dus daar krijgen we een 1. Daar hadden we 8 over. Nou, 8 hebben we een blokje voor, dus dat wordt een 1. Dat betekent dat de rest dus 0 wordt. Past niet, past niet. Past wel. 1. 32 eraf. Houden we 23 over. Daar past 16 in. Halen we 16 eraf. Houden we 7 over. Dan past 8 niet. 4 past dan wel. Dan zou ik dus nog 3 overhouden. Waar 2 en 1 nog in passen. Oké. Okay, dus we hebben dus een 1 en 6 nullen. Dus hier staat een 0, 0, 0. 0, 0, 0 en dan daar een 1, dus we hebben eigenlijk 1 keer 64 hebben. 80, past niet, past wel. Houden we, 16 over. Nou daar hebben we een speciaal blokje voor. Dus we hebben alleen nog maar die en de rest zijn allemaal nullen. 90, dus 64 past erin, 32 past niet. Want dan zouden we 96 hebben, dat zou te veel zijn. Dus laat ik het even opschrijven, we hebben nog 26 over. Dus 32 past niet. 16 past dan wel. Dus we hebben nog 26 min 16 over, is dus 10. Daar passen 8 en 2 nog in. Want die zijn samen 10. Dus dit is het binaire getal voor 90. 128 past niet, 64 wel. Houden we 39 over, daar past 32 in. Houden we 7 over. En 7 past 16 niet in, pas 8 niet in. En die wel, want die zijn samen 7. 4 past erin, houden we 3 over. 2 past erin, houden we nog 1 over. En die 1. 115 past niet, past wel. 32 past in 51. 19, pas 16 in daar hebben we 3 over en 3 is 2 en 1